Podscapes 2 is eigenlijk een vervolg op het eerste deel. Maar het is in die zin ook heel anders, omdat de situatie heel anders was. Toen we met Podscapes begonnen, was er nog geen land. En nu was het land er gewoon. Dus nu moest er echt met een reële situatie gewerkt worden, wat daarvoor niet aan de hand was. Dus dat stelt ook heel andere eisen en voorwaarden aan de kunstenaars van wat ze kunnen doen. En we hebben er naar gestreefd om een aantal werken te laten uitvoeren die ook tijdelijk, maar ook permanent zouden zijn. En dat permanente kon daarvoor ook absoluut niet. Hey, go! Het heeft een tijdelijkheid, dit is heel tijdelijk. Maar in de geologische tijd is het bestaan van de haven misschien ook zo'n fractie van een tijd, weet je wel. Dus in die zin is het allemaal heel erg relatief. Wij denken nu dat we dingen doen voor de eeuwigheid, of die pretentie straalt het wel uit, of hebben we ook. Maar dat is natuurlijk niet zo. De natuur doet zijn werk. Als project vond ik het echt een hele mooie reflectie op van wat is nou echt en wat is nou niet echt. En we staan op niet echt land, maar het ziet er echt uit. En dan gebeurt er iets waardoor het weer helemaal niet echt wordt. En ja, ik vond dat een prachtige wisselwerking. Maar ja, we wisten ook dat het binnen een dag voorbij kon zijn. Vandaar ook dat het natuurlijk helemaal is vastgelegd. Er zijn twee camera's geïnstalleerd en die hebben eigenlijk het hele verstuiven van het rode zand gedocumenteerd. Er waren dus echt duizenden foto's uiteindelijk. Daar is er nou een animatie mee gemaakt waarin je dus eigenlijk in één beweging ziet wat er gebeurt. Zowel het aanleggen van het werk als het verdwijnen van het werk. Het valt mij echt ook op dat iedereen een soort enthousiasme ontwikkelt, ja, omdat het afwijkt van wat ze zo dagelijks gewend zijn. Dat het toch eigenlijk wel prikkelt tot meer actie dan je anders zou krijgen, vermoed ik. Het is heel leuk. Leuk effect. Ja, de omstandigheden zijn natuurlijk heel hard, hè, door de wind. Maar Jan heeft het natuurlijk ook wel op die manier ontworpen ook. Hè? Juist dat het eigenlijk heel erg opgaat in dat landschap. En in eigenlijk ook wat wind, regen en alles doet. Ook dat hij eigenlijk het landschap ook vormgeven. Hè? En hij heeft dat vormgevingsprincipe heeft hij eigenlijk doorgevoerd in zijn eigen ontwerp. Dus hij heeft het eigenlijk gewoon afgekeken. Maar op een hele mooie manier weer toegepast. Dus in die zin hoort het er ook echt bij. En is het niet zoiets van, wow, wat staat daar, een opvallend object. Nee, het voelt eigenlijk heel natuurlijk aan. En de functie dat als je boven komt opeens, hè, die enorme ruimte van het strand en de zee zich aan je openbaart, is natuurlijk heel erg een soort beloning van het beklimmen van die trappen. Dus dat is heel erg mooi. Ja. Het oorspronkelijke ontwerp had geen leuning. Moest er toch komen. Het oorspronkelijke ontwerp had geen stenen bovenaan de trappen. Die moesten er toch wel komen. Want anders zou je zomaar op het breedste gedeelte, waar de treden het diepste zijn, naar beneden kunnen storten. En dat wringt met het ontwerp. Ik geloof wel dat we geprobeerd hebben dat zo goed mogelijk op te lossen. Ook in overleg met Jan natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat hij er niet altijd blij mee was. Nee, hij zou er niet altijd blij mee geweest zijn. Maar hij is ook al zo realistisch dat hij het ook alweer als een opgave voor zichzelf ziet. Ja. Om ontwerpen te maken waarin die dingen al meegenomen zijn. En dat is wel heel mooi van hem eigenlijk. Dat hij niet zegt van ja, maar dit is mijn autonome ding, hier mag niemand aankomen. Nee, hij ziet ook in dat vragen zijn waar je iets mee moet. En dat zal hij in zijn volgende ontwerpen weer meenemen en daar rekening mee houden. En,
als deze maasvlakte klaar is, dan moet er weer nagedacht gaan worden over de toekomst. Want hè, zo, ik denk 20 jaar geleden zijn ze ook over maasvlakte 2 gaan nadenken. En nu is die er, weet je. Dus je moet dat op tijd over beginnen. Nou ja, dus wij dachten, we gaan Thomas alvast vragen om daar de eerste ideeën voor te ontwikkelen. Maar het verhoudt zich natuurlijk ook weer tot datzelfde idee van dat Atlantis, weet je wel. Dat verhaal, dat utopische eigenlijk. Hè? Dus dat hebben we toch eigenlijk nooit losgelaten helemaal. En dat is wel mooi dat er nog steeds is in het hele project. Dus tot het eind toe. Hij heeft zeker voorbij de normale grenzen gedacht. En ik denk dat het resultaat heel, heel vrij zal zijn. Wat ons betreft is het resultaat dat we deze zomer 3 weekenden lang met een prototype van zijn ontwerp de lucht in gaan. En we hopen dat op een gegeven ogenblik hij de kans zal krijgen om van dat prototype een echt werk te maken op de schaal die hij zelf voor ogen heeft. Alleen dat lukt dit jaar nog niet. Ja, het heeft voor ons heel veel opgeleverd in bekendheid bij het kunstpubliek, maar ook qua reputatie. Maar dat heeft ook weer te maken met de onderwerpen die we gekozen hebben. Ik ben bijvoorbeeld zelf heel trots op dat nou het project van Frits Heek een blijvend project is, waarmee we een fantastisch verhaal over wat er in de haven op het gebied van verborgen, al dan niet verborgen, dieren gebeurt. Maar ook, wat doet het havenbedrijf om te zorgen dat het kan? Dat die dieren daar kunnen bestaan en niet in de verdrukking komen. Mm-hmm. En ja, hoe krijg je anders dit voor elkaar? Hoe krijg je dit anders naar buiten toe? Een persbericht over wij gaan zo goed om met onze dieren. Ja, dat trekt weinig aan. Dat werkt niet. Nee. De haven is nog niet in gebruik, maar hij is wel al in gebruik door zoveel verschillende soorten dieren is die al in gebruik genomen. En dat is natuurlijk heel erg mooi hoe de natuur eigenlijk het zich al toe-eigent. En dat is eigenlijk al voorbode van de toekomst, van wat het misschien ooit welke kant het op zal gaan. Dus, dus in die zin wordt er de hele tijd door de kunstenaars ook mee gespeeld met dat we ons daar bewust van moeten zijn van, ja, dat wat wij doen ook eigenlijk met de natuur zou moeten samenwerken. Dan, ja, dat zie je heel mooi in het werk van Frits eigenlijk terugkomen. Het oorspronkelijke uitgangspunt voor mij, hè, als vertegenwoordiger van de projectorganisatie en het havenbedrijf, was van wij moeten een manier vinden om een groep mensen te benaderen die niet dagelijks de economische pagina in de Volkskrant lezen, of wat ze ook lezen, of de Koopbouw. Maar die veel meer geïnteresseerd zijn in culturele ontwikkelingen. En, want dat is een doelgroep die eigenlijk niks met de haven heeft, terwijl de haven heel interessant voor ze is en veel aspecten heeft die ze wel zou moeten interesseren, maar dat moet je triggeren. En zo zijn wij eigenlijk begonnen vanuit het communicatiebudget. En ik denk dat we daar luisterrijk in geslaagd zijn. We hebben een enorme hoeveelheid publiciteit gehad en hebben natuurlijk ook wel met persberichten en benadering en zo van alles aan gedaan. Maar als wij geen goede projecten hadden gehad, nou, dan was dit niet tot stand gekomen.